We zien is dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en ook eerder stijgen dan verwacht is. En daarmee komt eigenlijk het volgende risiconiveau in beeld. De grenswaarden van het volgende risiconiveau komen in beeld. En dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen. A pandemic of the unvaccinated. Pandemic of the unvaccinated. Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Pandemic of the unvaccinated. Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Pandemic of the unvaccinated. Om nou te zorgen dat we die maatregelen niet nodig hebben, is er echt maar één boodschap en dat is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Want ik vind het volkomen terecht als je geen injectie neemt, dat je jezelf buiten de maatschappij plaatst. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. En het is wel eens goed dat hij als voorbeeld geldt nu, dat hij nu uitgerekend corona krijgt. Want hij was een van de boegbeelden van dat niet prikken volk, weet je wel. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Want hij met die grote waffel op de tv, nee, dat deed hij niet en zo. Alleen het niet vaccineren heeft als consequentie dat mogelijkerwijs jij een rol speelt in de verspreiding van het virus. Mm. Dus daarmee een ander niet beschermt. Bijvoorbeeld een ander bij wie het vaccin niet werkt bijvoorbeeld. Hè. Of dat je daarmee een bed gaat bezetten in de zorg wat eigenlijk toekomt aan een ander die hem harder nodig had gehad. Dus wat jij zegt, van als je dat besluit, dan moet je ook niet een ziekenhuisbed willen hebben. Bijvoorbeeld. En dat... ja, want laat het dan. Bijvoorbeeld, ik neem dus ook geen medische behandeling. Ga maar lekker dood. Vervolgens is dan de vraag, moeten de maatregelen die we nemen of die worden herbevestigd, moeten dat maatregelen voor iedereen zijn? Of moet je ook iets doen om het aantal ongevaccineerden uit roulatie te halen, zal ik maar zeggen. Om te voorkomen dat dat zich dus ophoopt. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden voor van niet gevaccineerde mensen. Een epidemie geworden voor van niet gevaccineerde mensen. Next act is this. If you're unmasked or unvaxxed, you're a deadly weapon. Ik ben minister van Volksgezondheid, geen minister van kijk maar wat je doet. Pandemic of the unvaccinated. A pandemic of the unvaccinated. Pandemic of the unvaccinated. Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Pandemic of the unvaccinated. Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Een epidemie geworden voor van niet gevaccineerde mensen.